Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de Rijswijkse Michael L. een 52-jarige cafébaas uit Maassluis vermoord heeft. Dat hij op 13 maart 2018 meneer Boel heeft gewurgd, waardoor meneer Boel is overleden. Michael L. ligt overhoop met zijn ex-vriendin. Zijn schoonvader komt bij hem langs in de Rijswijkse Doelenstraat. Waarom is onduidelijk. Volgens Michael L. gaat het om een ongeluk. Hij struikelde over de punt van het bed en viel bovenop zijn schoonvader. Hij dacht dat hij bewusteloos op de grond lag en belde daarom niet naar 112. Hij heeft een hand pillen genomen en is zelf in bed gaan liggen. De advocaat van L. wil dat zijn cliënt wordt vrijgelaten. Maar het OM gelooft niet van zijn verhaal. Er is onduidelijkheid over hoe die val precies is verlopen. En in het laatste verhoor wil de verdachte daar geen uitleg over geven. De Maassluizer runde café Het Smitje naast de wethouder Smit al. Hij is een bekende en geliefde verschijning. Na zijn dood is een stille tocht georganiseerd. Ja, ik ken hem ook van vroeger. Een soort van leeftijdsgenoot, zeg maar. Dit is... Ik heb eigenlijk geen woorden, sorry. De rechter heeft besloten dat de verdachte langer vast blijft zitten. Mede vanwege de grote emotie die de dood van de cafébaas teweeg heeft gebracht.